Op de boulevard in Vlissingen heeft Michiel Adriaansson de Ruiter al vele schepen zien voorbijvaren. Maar nog niet eerder zag hij een Russische draagvleugelboot. Zodra de snelheid groot genoeg is, verheft het schip zich uit het water als gevolg van de opwaartse druk die op de onder het voorschip gemonteerde draagvleugels wordt uitgeoefend. De weerstand vermindert belangrijk, waardoor de boot op volle kracht varend een snelheid van 75 km per uur kan halen. Aan boord is plaats voor 100 passagiers die gezeten zijn in vliegtuigstoelen. Voor toeristen in Zeeland bestond enkele dagen achtereen de mogelijkheid om zo een snelle tocht op de Westerschelde te maken. Deze snelheidsimpressie kon gefilmd worden doordat de cameraman zich op de uitstekende vleugel opstelde. Al hield een Russisch bemanningslid hem voor alle zekerheid bij deze snelheid wel vast. Het schip dat vrijwel geen hekgolf achterlaat is licht bestuurbaar. Tijdens de tocht voert het op de Schelde andere schepen gemakkelijk voorbij. De Vlissingse VVV en de rederij Flandria kregen veel waardering voor hun initiatief om dit schip dat normaal een lijndienst op de Zwarte Zee onderhoudt hierheen te halen. Het bracht de toeristen in 7 kwartier van Vlissingen naar Antwerpen.